En die mag er niet in, want er is kerstversiering naar beneden gekomen blijkbaar. Maar deze lucht is echt niet meer te harden. Pip, ik heb hier op mijn rug twee fles recepten. Jij mag kiezen welke het is. Goedemorgen, Filippa. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? We zijn inmiddels 2 uur verder. En Tuur is aan zijn werk. En ik ga de vlog editen. Filippa ligt lekker te slapen in de box. Vandaar dat ik eventjes hier in de gang aan het praten ben. Ik kan haar natuurlijk ook in haar eigen bedje leggen. En dat zou ik misschien ook moeten doen. Maar ik vind het toch wel prettig. Ze slaapt langer in de box dan in haar eigen bedje. En het is misschien gewenning, maar ik heb nu eventjes in deze maand dat ik dagelijks vlog eventjes geen extra tijd om haar aan haar eigen bedje te laten wennen in de ochtend. 'S middags doe ik het wel echt steeds vaker, want dan merk ik wel echt dat ze beter slaapt in haar eigen bedje, maar nu even niet. Ben je weer wakker, lieverd? Ben je zo lief aan het spelen met Snuffy? We hebben niet echt een ritme met Filippa. In ieder geval, we hebben nooit geprobeerd om een ritme met Filippa te krijgen. Maar langzaam komt er wel een soort van ochtendritme. Ze wordt nu meestal tussen 6:30 en 7:00 wakker. En dan laten we eerst nog eventjes in bed. Dan geef je er een flesje rond 7:30. En dan rond tussen 8:30 en 8:30 valt ze in slaap. En dan slaapt ze maar heel kort, meestal maar 1/2 uur, soms 3 kwartier. Laatst was het een keer 1/2 uur, maar dat is echt heel bijzonder. Meestal is het veel korter. En als ze dan wakker wordt, dan gaat ze eerst nog eventjes zelf spelen. Met haar knuffels. Heel lief en heel tevreden. Hé, Pip. En dan daarna is het vaak nog wel een klein beetje een zootje. Meestal doet ze 2 of 3 slaapjes nog overdag. Middagslaapje is meestal wel het langst. Maar er is nog niet echt een super vast ritme of zo. Het enige ritme wat we hebben is dat we nu... We geven in totaal 5 flesjes van 200 ml gekoelde melk en 2 hapjes. En meestal geven we het eerste hapje aan het eind van de ochtend en het tweede hapje aan het eind van de middag. Maar verder, ja. Ze doet het gewoon, ze vaart gewoon een beetje mee op ons ritme. Alleen dat ochtendritme is wel heel belangrijk, want dat ochtendslaapje overslaan, dat is niet heel goed voor haar. Ik ben ondertussen ook klaar met het editen van mijn vlog. Oké, Filippa. Zullen we dan maar naar buiten gaan? Zullen we dan maar naar het winkelcentrum om kerstcadeautjes te gaan kopen? Ja? Ik heb het werken maar heel even opgegeven, want deze wil heel graag aandacht! Ja! Dus we gaan nu eventjes naar het winkelcentrum en dan gaan we kerstcadeautjes kopen! Ja! En dan gaan we vanmiddag weer lekker slapen. Gaan we vanmiddag weer lekker slapen. Ik doe liever... Kerst inkopen op dinsdag dan op zaterdag of zondag. Want ik heb zo'n vermoeden dat het vandaag rustiger is in het winkelcentrum dan op andere dagen. Ja! En wie gaat er ook kerst inkopen doen? Oma! Ja! Ja! Oké, ik ga opschieten. Voordat het ook in het winkelcentrum druk wordt. Want het is denk ik 's ochtends wel druk. Rustig. Maar 's middags wordt het daar ook gewoon druk. Nou, ik heb 1 heel cadeau gekocht. Moeten we eruit? Of nee, we moeten er helemaal niet uit. Maar mijn vader zou koffie komen drinken. En die mag er niet in. Want er is kerstversiering naar beneden gekomen blijkbaar. Waardoor er geen nieuwe mensen in mogen. Maar... ja, ons wordt niks verteld. We hoeven er niet uit volgens mij, toch man? Er is niks opgeroepen of er is niks, niks gezegd.
En via de parkeergarage komen ook nog steeds nieuwe mensen binnen. Maar als je bij de ingang staat, dan kom je er blijkbaar niet in. Dus ja, dan gaan we er maar uit. Toch? Ja. Ja. Eén heel cadeau heb ik. Dus ja, schiet lekker op. Schiet op. Op deze manier kan ik... Dan ben ik wel net klaar voor kerst, denk ik. Want het is vandaag de 14e, nog 10 dagen. Oh, 10 cadeaus. 10 cadeaus. Goed. Ik wilde eigenlijk een broodje halen in het winkelcentrum. Maar toen zei mijn moeder, ik kan ook lekker brood met avocado maken. Toen dacht ik, wow, dat klinkt echt niet verkeerd. Hé, mam? Ja. Hey. Hey. Ben je lekker met mama sleutels aan het spelen? Vond mama vroeger ook heel leuk. Kan ze zich nog precies herinneren? Ja. Ik ben weer thuis. Of nou ja, ik sta weer te wachten in de auto. Filippa ligt te slapen. Maar volgens mij heeft ze ook gepoept, want ik ruik iets. Ik denk dat ik me zomaar gewoon wakker ga maken, want ik zit hier nu alweer een half uur. Gelukkig kon ik wat werken doen op mijn telefoon. Maar deze lucht is echt niet meer te harden. Ik las net dat de basisscholen volgende week gesloten zijn. Dus ik ben benieuwd wat dat voor duur betekent. Dat hij dan wel gewoon naar school moet. Of dat hij dan thuis is. Ja, zullen we vanavond misschien wel horen. Pip, ik heb hier op mijn rug twee fresco recepten. Jij mag kiezen welke het is. Links of rechts? Wat zeg jij? Hou ze maar voor haar en dan mag ze zelf mag ze er één pakken. Welke ze het eerste pakt? Ja. Welke pak jij het eerst? Die. Oké, gaan die eten? Oh yes, de pasta. Met kippendijreepjes. Yes! Goed gekozen, Pippa! Tuur. Ik ben echt super moe. Ja. Echt super moe. Dus ik moet weer afwassen. Nee, je moet er nog afwassen dan. Nee. Oh. Het is nu 9:10. We kunnen twee dingen doen. We kunnen richting bed gaan. Dan zijn we bij 10:10 altijd. Liggen in bed, want de pit moet nog ingesmeerd worden, geschoond, gekolfd. Drinken, alles. Of we gaan nu samen een krachttraining doen. Een krachttraining? Ja, ik heb dat eigenlijk nog op mijn to-do-list staan voor vandaag. Ja, is goed. Maar geen yoga. Maar, ga jij meedoen dan? Huh? Ga jij dan meedoen? Ja, dat zeg je dan? Ja. Maar geen yoga. Nee, geen yoga. Maar ga jij dat echt doen? Tuurlijk. Je doet nooit krachttraining. Nee, dat moet wel eens een keer tijd. Oké, ik wist niet dat ik jou zo actief kon krijgen nog. Ik denk dat Pip de beslissing voor goed maakt. Ik denk dat ze een slechte droom heeft. Oh, dat is zo'n lief heldje. Zo lief. Kom maar, Pip. Kom maar, liefje. Kom maar. No. Ik heb de krachttraining gelukkig kunnen skippen. Die ga ik morgen wel doen of zo. Of overmorgen. Filippa was na een kwartiertje wel weer rustig. En toen viel ze als een blokje in slaap. Dus ik denk dat ze gewoon wakker was geschrokken. En dat ze heel erg moe was. En ja, gelukkig was er niks aan de hand. Alleen ze huilt normaal nooit zo intens en lang. Dus ik vond het wel een beetje, ik dacht van, wat is hier aan de hand? Anyway, ik ga lekker slapen. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie morgen weer.